Hey jongens, voordat deze video begint wil ik jullie even nog iets vertellen. En waarschijnlijk zien jullie het nou ook al op de achtergrond. De laatste paar dagen heb ik een beetje problemen met Sony Vegas. Sony Vegas is een programma waarmee ik mijn video's edit. En mijn video's komen er zo uit te zien zoals jullie nou op de achtergrond kunnen zien. En dit is Facecam Vrijdag van vorige week. Vorige week heb ik dus niet geüpload, dat kwam dat het er zo uit kwam te zien. En dat heb ik vandaag bij deze video ook weer gehad. En deze video heb ik nou dubbel gerenderd. En dan lukt het. Alleen volgens mij is dan de kwaliteit te minder. Ik kan het natuurlijk nog niet zien, want de video is nog niet af. Maar ik ga even kijken of ik van dit probleem af kan komen. Dus het kan zijn dat ik bijvoorbeeld vandaag ook nog geen Facecam Vrijdag upload. Misschien morgen ook nog niks. Ja, waarschijnlijk wel. Ga er maar vanuit morgen sowieso die unboxing van mijn headset. Maar of er gameplays komen, dat kan ik nog niet beloven. Ik moet eerst dit probleem zien te oplossen. En ik doe mijn best, dus ik wou het jullie even verteld hebben. En verder rest, enjoy de video. Houden we. Hey jongens, je bent weer Dennis, aka Denske. En vandaag voor de episode 4 van Road to a Life, Free for All Camp Strike. En ik deed 3 volgens mij in plaats van 4. Maar niet uit. In ieder geval episode 4 dus. En het is vandaag Strike Zone, Free for All Strike Zone. Hè. Logisch bij, meestal bij Road to Life, Free for All Camp Strike speel je meestal Free for All. In ieder geval dus op Strike Zone. En het eerste wat jullie waarschijnlijk opvalt is deze bad boy. En dit is mijn nieuwe headset, is de Astro A40. En die heb ik gisteren binnengekregen. En ik ben er tot nu toe enorm blij mee. Ik heb er al een paar potjes mee gespeeld. Het is echt fantastisch. Maar voor mij is het sowieso een enorm verschil. Want ik heb nooit met een headset gespeeld. Dus als ik eenmaal een headset heb, hoe slecht die ook is, is het altijd een heel stap vooruit. Maar in ieder geval, ik denk dat dit sowieso een van de beste is. Want dat hoor ik sowieso heel veel mensen zeggen. En voor mij is mijn eerste, dus voor mij is het altijd de beste natuurlijk. Maar ik ga sowieso proberen volgende week een soort van review erover te maken. Want dan heb ik hem gewoon uitgebreid kunnen testen. Dit is pas na een paar potjes, dus kan ik nog niet echt oordelen. Ook al vind ik het gewoon een basis ding. Hij zit super lekker, ziet er fucking vet uit. Die mixamp is super baas ook, daar heb ik er nog niet heel veel mee kunnen doen. Mixamp, dat is een ding waarmee je de geluidsstellingen kan veranderen, een beetje instellen en alles, weet je wel. En ik heb voor de rest niks aan veranderd. Ik heb alles gewoon op standaard laten staan. En in mijn rug. Come on, come on, come on. Er was er nog een, hij werd genaaid, ik kan het zeggen. Ik zat even te kijken, want iemand anders schoot op mij en dat was hij niet. Hij knifed hem. Maar in ieder geval, met die mixamp kun je dus geluidsinstellingen veranderen. En dat is leuk en alles, maar ik weet mijn god niet welke instellingen ik moet gebruiken. Dus moet ik binnenkort even kijken hoe andere mensen dat hebben. En dan kopieer ik die gewoon. Want die zullen er wel meer verstand van hebben dan ik, want ik heb er geen verstand van. En dit is eigenlijk niet slim. Ik speel met een non-science wapen op deze map. Nee, ja, hij zit te campen. Yeah, AK? Nee, geen AK, gewoon die badger. Ja, dat is altijd zo leuk. 5 kills, kut. Als ik nou niet dood ga en ik haal nou een 25 gunstreak, dan heb ik mijn campstrike, kan ik hem alleen niet inkallen. Dat zou wel lelijk zijn, maar ja, beter dat als geen. Dus dat gaan we nou maar gewoon proberen dan. Ik zal me liever niet dood laten gaan, maar die mensen campen gewoon te veel. En dat is een beetje irritant spelen. En deze map is ook niet echt... Oh shit, deze map is ook niet echt voor gemaakt voor campstrikes halen eigenlijk, vind ik. In ieder geval niet meer free for all. Dat gaat meestal niet gebeuren, want iedereen zit ook de hele tijd in die keuken te campen. Of keuken, we zeggen nou in een restaurant te campen. Dat je net ook al gezien hebt. En die kerel heeft met... Heeft die kerel mij niet gezien? Ik keek hem recht in zijn ogen, maat. Even teabaggen om te kan. Oh shit, in mijn rug. Hier nog eentje. Nee, hond. Weg, hond. Oké, okay. Nee, weg hier. Oh shit, man. Ik ben helemaal trillen. Nee, oké, dat is overdreven, maar... Oh, dat was close. Nou, ik weet het hier is hoor, maar... Ik moest toch wachten om health te generate. Denk eventjes aan de andere kant kijken. Niet slim, maat. Die trap moet je niet op. Dan word je echt fucking goed. Oké, we zitten op 8 killstreak. Of gunstreak is het. Ja, dat is hetzelfde eigenlijk. Ik heb killstreak, want ik heb geen assault streak. Dus het is eigenlijk al standaard weer een gunstreak. Maar oké, nevermind. Trouwens, kan... hoeft niet. Als ik een... Hoe heet het nou? Als ik zo'n field order complete en dan krijg ik tijd uit. Dat kan toch? Of ik had de capex? Nee! Fuck, ja, waar is er met die K7, man? Die K7 heeft me de laatste tijd super vaak. De wapen lijkt echt gewoon fucking sterk. Dat is echt abnormaal. Ik dacht dat dit ding sterk was, maar ik word toch vaak nog gekilled door die K7. Die wordt ook steeds meer gebruikt. Maar helaas, het lijkt erop dat ik dus deze episode ook weer geen campstrike ga halen. Maar ik ga jullie beloven binnen 3 episodes dat ik sowieso een campstrike heb. Mijn live campstrike tenminste. Want ik heb natuurlijk al genoeg campstrikes gehaald. Maar mijn live campstrike, want nou dat ik daar mijn headset heb en ik speel er bijvoorbeeld eventjes een heel zaterdag mee. Dan gaan er campstrikes droppen, jongen. Dan gaan we ze droppen. Oh shit, een mani. Oh mijn god, dat is alles mis. Ik heb geluk, maar goed dat ik niet stop met schieten. Let's go. Hoppakee, come on. Grab het voor je voor de win.
Ik zweer het, ik vind het echt leuker met dit ding spelen met Rapfire. Ik ben normaal echt een fan van Silencers. Maar met dit ding, ik heb natuurlijk mijn Silencer, ik gebruik hem nog steeds heel veel. Maar ik vind dit gewoon veel leuker spelen. Ah, die span. Oh, jongen. Die kerel had ik zuiver, want hij spande waarschijnlijk hier. Dat is vrijwel zeker. 21-2, leuk scoren, maar ik heb hem nog steeds verpest. Ik voel me wel een beetje gefaald. Deadeye, oké. We hebben onze Deadeye, dat scheelt ook wel wat. Oh shit, hij is nog niet dood! Zeg alsjeblieft dat hij doodgevallen is. Alsjeblieft, hij springt zo... Hey, what the fuck, ik moet weer laden. Wat? Ik had al geladen. Oh shit, weg, weg, weg. Ik weet niet of de gozer maar nou... Ik zie net, er zitten er twee. Er zat er eentje, volgens mij had die andere gozer die erachter liep, had hem gekild. Maar ik weet nou niet zeker. Ik ga niet kijken, ik blijf ze ook niet wachten, want dan ga ik toch wel dood. Hoppakee! Deze kant, achterdeur. Let's go, come on, come on, come on. Het makkelijkste is als je gewoon die campstart wil halen, vind ik dan, om met support te spelen. Maar heel veel mensen wouden dat ik toch een keer met specialist speel, maar dat kijk ik nooit toe. En dat zal ik sowieso vanaf nu alweer veel meer doen. Ik had hem gezien op de minimap, dus niet dat je denkt, zat je te campen, ik had hem al gezien. Oh, ik kan hem nog, had ik niet verwacht. Hey, leuk ding, een scene kill. Oh shit, een hond. Dat is echt evil, dat is echt evil. Nee, nee, oh. Let's go! Oh, dat was close. Ik moet hier weg, moet hier weg, moet hier weg. Let's go. Als ik hem nou haal. Of ja, eigenlijk niet. Ik kan hem niet inkallen, dus ik kan hem eigenlijk niet eens meer halen. Nee! Oh, wat? 16? Ik dacht serieus dat ik veel hoger had. Nou, maar niet uit. 16 gunstreak, 30 om 2. Ik hoop dat je het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval leuk, want met dit ding is het spelen gewoon fantastisch. In ieder geval, volgens mij heb ik best een mooi match gespeeld. En ik ga sowieso vanaf vandaag ga ik veel meer uploaden. Ik ga het heel het weekend ga ik gewoon zoveel mogelijk videos voor jullie proberen te maken. Ik blijf van grinden. En ja, ik hoop gewoon dat jullie het veel leuker gaan vinden op mijn kanaal. Er gaan ook wat speciale dingen gebeuren. Dat krijgen jullie allemaal nog te zien. Heel veel series die ga ik ook nog starten. Dus blijf mijn kanaal checken. En alsjeblieft, laat een like als je het leuk vond. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.